Ik heb heel exciting nieuws, want ik heb nieuwe kettingen. Goedemorgen, Olivia. Zit hier je wielen vast? Oh nee, daar gaat je boodschappen. Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb mijn iPad even opgedaan, want ik heb bijna geslapen. Dus ik dacht, dat kan ik wel gebruiken. En ik had vorig jaar een adventkalender tijdens Vlogmas. En ik dacht dus dat ik die dit jaar niet had. Maar ik heb er net een gevonden in mijn kast van dit jaar. En volgens mij is die van de Body Shop. Ik ga even kijken. Is van de Body Shop al? Oh? Oh, je hebt al heel veel lippenstift opgedaan nu. Dus we lopen achter. Even dubbel checken. Ja, is van de Body Shop. Deze? Oh, hij is de... Nee, niet op mijn wang doen. Dus we gaan openen. Dag 1. En daar zit in. Wat zit er in al? Oh my god, waarom kan ik het niet opdagen? Lip butter in mango. Dat is day 1. Hey. Dan day 2. Die zien we hier. Hey. Dit is echt leuk. Een aantal dagen na elkaar open. Olivia doet het er weer in. Oeh, what do we have here? Ja, we kunnen het toch niet samen pakken? Hi! Oké, ik heb me aangekleed. Ik heb deze trui aan waar de mam op staat. Die is van Janine van Preda Pregnant. Ik zal hieronder eventjes posten. Haar accounts posten, kunnen jullie naar kijken. Deze broek van Reformation. Ook een van mijn favoriete merken. En ja. That's it. Anyways, ik ga dus nu verder werken. En we gaan even verder kerstbomen opbouwen. En content planning maken voor de komende weken. Ja. That's it. En naar een borrel op de crash zometeen. En... vanavond gaan we een foto op de ijsbaan maken. So yes, that's what's up today. Wat vinden jullie trouwens van Vlogmas tot nu toe? Vinden jullie het leuk? Volgens mij zijn we echt al bijna op de helft, dacht ik me van de week. Op de bende. Het gaat echt snel. En ik weet niet of ik hier een drop voor slaap te kijken, maar deze drop van Kleine. Hij is er bijna op helaas. Ik ben echt the best shit ever. Olivia is lekker quiche aan het eten. Mmm. Ik ook, maar ja. Iedereen heeft helemaal alleen maar ogen voor Olivia. Mm-hmm. Took my shine away. Ja, mag wel. Ja, totaal niet erg. Ik heb zo'n zin om dit weekend lekker van heel ver van jullie weg te gaan. Zo'n zin in. Lekker in de vliegtuig, helemaal alleen. Helemaal lekker naar Amerika. Super veel zin in. Ja. Oh jee. Wat is er? Zullen we samen een hapje nemen? Ik heb heel exciting nieuws, want ik heb nieuwe kettingen. In het zilver en het goud, deze Amsterdam kettingen. Die kunnen jullie nu bestellen. Orders at queenofjetlags.com zijn €25 en we versturen ze heel snel. Dus mocht je een leuk kerstcadeautje willen kopen voor iemand of voor jezelf. Ja, dit zijn ze. Ik zal ze even omdoen nu. Dan kunnen jullie even zien hoe lang ze zijn. Kijk, ik heb hem nu om. Hij is nu in spiegelbeeld met de rondjesketting. Hij is echt zo mooi, want hij is heel, hoe noem je dat, verfijnd. It's very cute. Dus... ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Oké, ik heb gewacht tot Bibi thuis is uit school. En die komt hier net binnengelopen. Het regende keihard. En Bibi is gek op Nutella. En er is een pakket voor Nutella. Dus ik wilde hem niet openmaken zonder dat Bibi er was. Oh my god. Oh my god. Nee, dit is weer hetzelfde als vorig jaar. Van die kerstkoekjes. Echt? Kijken? Oh, zo kijk. Zo kunnen ze worden. Oh, dat is zo leuk. Dit zijn dan de vormpjes die erbij zitten. Dat is ook leuk om met Ollie te doen.
Kijk, nee. Dit zijn de vormpjes. Een Nutella schort. Oh my god, dit is echt heel erg leuk. Nu voel ik me echt een beker. Oh, wat leuk. Maar kijk hoe dit moet je met Caroline en Olly doen volgende week. Dit is zo leuk. Dit is echt heel erg leuk. Oh my god. Cool. De kerstpyjama's are out. We all have the same one. Zo leuk. En ik weet niet wanneer deze vlog online komt, maar in ieder geval, er staat nu een foto op mijn Insta. Oh my god. Van ons allemaal in die kerstpyjama. Zo leuk. Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik ook. Van de kerstpyjama, hè? Dus mochten jullie mijn Instagram nog niet gezien hebben, mijn Instagram is gewoon @queenofjetlags. Voor degenen die mij nog niet volgen. Kaas. En kaas. En ja, daar staat nu een foto met kerstpyjama. Denk je dat mensen het stom vinden? Denk je dat mensen het stom vinden? Wacht, die foto? Mm-hmm. Doe niet. Nee? Best wel ooit. Ja? Ja. Oké, ik ga even. Ik wil wel even de app zien. Sander heeft gekookt. Thank you. Dit gewerkt. Iedereen in die freaking pyjama's. Het is 9 uur en ik heb even omgekleed na het eten. En Sander en ik gaan naar de ijsbaan. Want we mochten een foto maken op de ijsbaan als hij dicht was. Dus een hele lege ijsbaan. Dus dat vonden we wel cool. Dus dat gaan we nu even doen en even schaatsen. En ja. De ijsbaan at night. Zo leuk hier. Als jullie een dag vrij hebben, als je wil iets leuks doen in de vakantie, het is echt leuk om hierheen te gaan. Ik ga echt letterlijk meestal elke week als ik kan. Zo cute. Oké, we zijn klaar. Volgens mij is Sander dronken. Maar goed, dat even tussendoor. Dronken? Ja. Hoezo? Omdat je naar alcohol ruikt. Ik heb wel een fles wijn op je. Ja. En jij kan totaal niet tegen alcohol. Maar nu gaan we Riverdale kijken thuis. Zin in. So exciting. Ik ga mijn Riverdale t-shirt aan doen. Ik ga er helemaal voor zitten. Ik ga er helemaal voor zitten. Als er überhaupt een nieuwe is, want soms is er geen nieuwe. Is dit onze Uberino? Ja. Ga je even wenken dan? Ja. Was de Mercedes? Ja. Was dat het nog? Weet ik niet. Dat zijn zij niet. Oh, daar staat hij. Hey guys, we zijn net thuis en we hebben Riverdale gekeken. En ik ga nu lekker slapen en de vlog afsluiten. Ja, het was echt spannend, yeah. Maar echt leuk. Ik ga nu de vlog afsluiten volgende week. Dus, dit is echt spooky. Ja. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben als je het leuk vindt. En ik zie jullie morgen weer. Merry little Christmas.